Oh, goodness, Ron, what are you... Oh. Oh. Like. Wie heeft mij gemist, Dan? Niemand? Dacht ik al. Yeah. Hallo jongens, meisjes van Tolga's Gamer. Ik weet niet hoe hard mijn mic staat. Doet dit pijn? Hoe hard is dit? Hoeveel ouwe hebben jullie? Doe een beetje zacht. Oké, doe gewoon zo. Oké. Ik kreeg vanochtend gewoon interne hartpijn. Je weet toch dat je zo'n interne hartpijn hebt? Je gaat meteen daarna actie ondernemen. Ik had zulke interne hartpijn. Ik werd wakker. Stemmetjes in mijn hoofd. Hij zo, Tolga's. Als gamer. In het begin, ik dacht, Tolga, ja, oké. Tolga, als gamer. Ik was van, nee, shut the fuck up. Ben helemaal vergeten. Nou, oké, ik ben niet helemaal vergeten. Hoe kan ik jullie ooit vergeten? Jullie zijn gewoon echt een groot deel van mijn leven geweest, toch? Maar gewoon de laatste tijd is mijn hoofd zo op andere dingen. YouTube is gewoon letterlijk het laatste waar ik aan denk. Maar nee, ik neem actie. Actieondernemings. Vandaag een nieuwe video. Like, abonneer. Oh ja, ik heb een leuk video idee. Maar ik heb jullie hulp nodig voor de volgende keer. Ik weet niet waarom ik opeens zo doe. Maar jullie moeten allemaal in de reacties... Oké, ik stop al. Jullie moeten allemaal in de reacties de gekste motherfucking vraag stellen. Want in de volgende video ga ik iets heel heets eten. En als ik de vraag niet wil beantwoorden, dan moet ik een hap nemen. Beseft die? Dus zet de gekste, vieste motherfucking vraag die ik niet wil beantwoorden in de reactie, man. Oh ja, en like. Oh ja, en abonneer. Bijna 200k subscribers. Thanks, man. Je is echt best. Weet je wat? Weet je wat? Omdat jullie zo nice zijn. Ik doe zo'n gekke giveaway met AirPods op Instagram. You know what I'm saying? Check it. Link in de beschrijving. Er is zo'n pick-up dat ik in de vlogging zit. Lees die even. Dankjewel. Oké. Okay. Pull-up. Ik was even zo pull-up. Ik was even zo. Ja, ga. Ja. At one point I wanted a bigger butt at mm-hmm. any cost. But now I realize, okay. You know, it could cost me my life. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Mensen die naalden steken in hun kont en zo, waardoor die kont nog groter wordt. Ik weet niet precies hoe dat gebeurt met dingen in die kont steken en zo. Ik heb echt geen ervaring, toch? Maar nee, ik moet even. Dit maakt me psychisch, oké? Okay? Maakt me echt gewoon... Hè? Je weet toch, gewoon echt interne... Hè? Waarom doen mensen dit? Alsjeblieft. Ik moet even twee berichtjes sturen naar twee verschillende soorten mensen. Naar de jongens en naar de meisjes. Want mijn kijkers zijn nog jong, oké? Okay? Dus ik kan misschien nog iets voorkomen van de toekomst. Luister naar broer motherfucking Tolga, oké? Okay? Voor de jongetjes... Jullie moeten stoppen met meisjes onzeker maken, oké? Okay? Zeg nooit, nooit. Ik weet jullie denken is cool. Wacht even, mijn ding gaat een beetje omhoog. Zo. Oh, ja, is beter. Kijk, microfoon. Ik weet jullie denken het is cool. Ik spuug tegen mijn microfoon. Ik weet jullie denken is cool om tegen een meisje te zeggen met jullie vrienden. Jullie denken jullie zijn echt gangsters. Oh, blank. Huh. Niet doen! Jullie maken meisjes onzeker zonder enige motherfucking reden, oké? Okay? Dus voortaan, als een van jouw matties die gooit bij iemand... Hij geeft één Turkse platte hand op zijn hoofd. Ja? En het tweede berichtje. Voor de dames. Jullie zijn fucking mooi hoe jullie zijn. Oké, okay, echt waar. Niet naar die boys luisteren. Of Instagram. Waar de Kardashians laten zien dat je een big ass butt moet hebben. Anders you don't matter ofzo. Nee. Oké, okay. Fuck all them bitches. En fuck all them boys. Het zijn geen boys. Het zijn motherfucking mini kindjes. Alright? De echte mannen doen zo shit niet. De echte mannen zullen je waarderen. Alright. Moest er even uit. Jongens, dit wil je toch niet. Dit wil je toch niet. Dames, snap je? Kijk dan. Dat is geen 1 seconde meer. Dat is gewoon een hoop. Ik weet eens wat in die spuit zit. 22 was haar eerste Barrett Jackson. Oké, jongens. Niet doen. Ze heeft spijt. Kijk, leer van haar fouten. Kijk, al die boys kijken. Ze maken de foto's. Damn. Kan echt niet, man. Kan echt niet. Dit is zo eng. Dit is zo eng. Waarom vind ik dit zo raar? Dit is zo eng. Wat de... Kijk, ze heeft spijt. Ze heeft spijt. Daar gaat het om. Ze heeft spijt. Toch? Heb je spijt? Zeg ja. Why? Je hebt spijt, toch? Oh, boys. Boys, ze heeft Instagram. Boys. Go, go, go. Go, go, go. Volg haar, nigga.
my kids understand. Shit. Ik weet, ik maak veel grapjes, maar hey, I don't judge her. Je weet toch? Zij heeft die keuze gemaakt. I respect that shit. She gotta do what she gotta do, you know what I'm saying? En ze zegt wel dat ze een fout heeft gemaakt dat het zo groot is, want ze moet nu al die fucking... Ja, je moet daarna, zeg maar, nog erom zorgen. Je weet toch? En dat is heel een pain in the ass, blijkbaar. En niet gezond. Maar nee, mijn persoonlijke mening, je weet toch? Ik vind het niet zo mooi. En geloof me, ik ben een ass guy. Je weet toch? Dus... Ik ben disgusted. Ik ben disgusted. Ik heb gewoon gezweet. Ik heb gewoon gezweet. Oké, okay? Het was moeilijk om er naar te kijken. Help. 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 Iemand. Spijt me voor deze video. Ja. Yeah. Boodschap van vandaag. Niet dingen in je kont spuiten. Anders krijg je spijt. Dan zie ik jullie wel ooit.